Welkom. In deze video zullen we proberen om de Niemeyer-conventie uit te leggen. Een veelgebruikte conventie in het bridgen. En leuk voor iedereen die al bij ons Bridge School Leende de eerste 4 cursussen gevolgd heeft. Wanneer gebruiken we de Niemeyer-conventie? In feite is dit een conventie die we alleen gebruiken naar een sansopening. En een sansopening kan op 1 of op 2 niveau of indirect. Via 2 klaveren, 2 ruiten, 2 sans. Dat maakt niet uit. Maar na iedere opening waarbij het eerste echte bod vertelt. Partner, ik heb een evenwichtige verdeling en een bepaald aantal punten. Standaard na een sans opening gebruiken we allemaal al Steeman. En dat is dus een onderzoek om te kijken of partner misschien een 4 kaart hoog erbij heeft. Maar zoals u weet, in de moderne sansopeningen kunnen ook makkelijk 5 kaarten hoog zitten. 5 kaart schoppen, 5 kaart harten. En tot nu toe konden we dan dat eigenlijk niet navragen bij partner. Nou, daarvoor speciaal heeft Niemeyer de Niemeyer-conventie bedacht. Laten we eerst even kort herhalen wanneer we Steeman gebruiken en dan overgaan op de uitleg van de Niemeyer-conventie. Oké, wanneer gebruiken we Steeman? En wanneer gebruiken wij Steeman, kan ik beter zeggen. Dus in het systeem van Geert en mij. Wij gebruiken Steeman alleen na een eensansopening. Dus als partner eensans opent, dan gebruiken we Steeman. En dan alleen nog maar als we geen munchforcing antwoord hebben. Dus van 0 tot 9 punten. Dus Steeman heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Partner, ik heb maximaal 9 punten en ik wil wel eens weten wat jij hebt in de hoge kleur. Nou, partner kon dan een aantal antwoorden geven. Die kon zeggen, partner, ik heb 2 ruiten. Dat was geen 4 kaarten hoog. Geen 4 hartes, geen 4 schoppers. 2 harten was 4 kaart harten. En dat kon er door meer zijn, hè? Dus 4 plus, want op dit moment konden we het 5 kaarten nog niet onderzoeken. 4 plus harten en misschien 4 schoppers. En 2 schoppen was een 4 plus schoppen. Geen 4 kaart harten. En 2 sans kenden we niet, hè, in de moderne Steeman variant. Als we kijken naar een paar voorbeeldjes waarin we deze zouden kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld de eerste hand. Dus West heeft sans geopend. Noord past. En dan komt Oost met deze hand. Die heeft 9 punten en een 4 kaart hoog. Oké, dus West 1 sans. En wij gebruiken nu 2 klaveren, Steeman. Dan zegt de partner eventueel 2 ruiten. En dan zeggen wij 2 sans. Hij kan zeggen 2 harten. En dan zeggen wij, en let op, hè, zeg nu geen 2 schoppen, hè, maar na 2 harten zegt u ook 2 sans. En dat betekent, partner, fijn dat jij een 4 kaart harten hebt, maar ik heb een 4 kaart schoppen. Anders had ik geen 2 klaveren gedaan, hè? Dus let op. Dat is een hele belangrijke. En hij kan natuurlijk 2 schoppen bieden en dan zeggen wij 3 schoppen. Limiethand. En het mooie van deze afspraak is dat partner al meteen weet dat 2 klaveren maximaal een limiethand kan zijn. Nooit een munchforcing hand, want daar gaan we dadelijk niet meer voor gebruiken. Nou, nog een ander voorbeeldje, en dat is eigenlijk de leukste, hè? Dit is een voorbeeld waarbij we maar 4 punten hebben en toch Steeman doen. Dat is onze zwakke Steeman variant. Dus Oost biedt 1 sans. Wij zeggen 2 klaveren, partner, ik heb 0 tot 9 punten en ik ben geïnteresseerd in jouw hoge kleuren. Als hij 2 ruiten zegt, sorry, die heb ik niet, dan passen we. Alles beter dan die 1 sans. 2 harten, we passen. En 2 schoppen, we passen. Dit was de zwakke Steeman variant. En ook deze hand, en die is eigenlijk nog veel mooier als de vorige. Na deze hand gebruiken we de zwakke Steeman. Want in 1 sans, ben eerlijk, uw partner kijkt naar uw hand heel droevig en heeft er helemaal niets aan. Maar in een 2 ruiten, of een 2 harten, of een 2 schoppen contract,
Helemaal geweldig. U past in iedere situatie en uw partner wordt blij van u. Oké, wanneer gebruiken wij niet-meier? Wanneer gebruiken Geert en ik niet-meier? Dat doen we in twee situaties. De eerste situatie is na een eenstandsopening van partner, als we zelf 10 of meer punten hebben en geïnteresseerd zijn in een 5 of een 4 kaart hoog. En de tweede situatie is als partner tweestands opent of iets sterkers. Op dat moment vraag ik met 3 klaveren ook naar een hoge 4 of een 5 kaart. Nou, laten we eerst eens even kijken hoe die niet-meier werkt. En laten we als voorbeeldje pakken partner opent eenstands. Als ik dan 3 klaveren bied, dan kan partner 4 antwoorden geven. Dus eentje meer als naar steeman. 3 ruiten is nu niet, sorry, ik heb ze niet. Maar 3 ruiten zegt, partner, wat leuk dat je het vraagt. Ik heb 1 of misschien zelfs 2 vierkaarten hoog. Dus 3 ruiten zegt, ik heb een vierkaart harten of een vierkaart schoppen of allebei. 3 harten zegt, partner, ik heb een vijfkaart harten. 3 schoppen zegt, ik heb een vijfkaart schoppen. En 3 zand zegt, sorry partner, leuk dat je het vraagt. Ik heb ze geen van beide. Dus 3 ruiten is ja, 4 kaart. 3 harten is 5 kaart harten. 3 schoppen, 5 kaart schoppen. En 3 sans is sorry, geen. Nou, de laatste 3 antwoorden zijn dan natuurlijk duidelijk. Dus degene die 3 klaveren geboden heeft, kan dan heel goed bepalen of er wel of geen manje in een hoge kleur in zit. Na 3 ruiten moeten we het nog even verder bekijken. Wat kan er dan allemaal aan de hand zijn? Nou, stel je voor dat de 3 klaveren hand een vierkaart schoppen had gehad. Dus 3 ruiten zegt, partner, ik heb een vierkaart harten. 4 hartes. En of 4 schoppers. En we willen toch nog steeds dat de sterke hand, dus de sansbieder, speelt. Dan gaan we met 3 harten, dus juist de andere kleur bieden die we zelf hebben. Dus met 3 harten zeggen we, God wat leuk dat jij een hoge kleur hebt. Ik heb een vierkaart schoppen. Als jij die nou ook hebt, bied dan maar 4 schoppen. Heb jij die niet, dan bied maar 3 sans. Dus op deze manier laten we altijd partner spelen. Dus 3 ruiten. Stel dat je een vierkaart harten had. Dan zeg ik met 3 harten, ik heb schoppen. En dan zegt mijn partner, oké, dan maar 3 sans. Had hij een vierkaart schoppen, dan zeg ik met die 3 harten, ik heb schoppers. En dan zegt mijn partner 4 schoppen. Daarmee aangevend dat hij dus een schoppenfit heeft. Precies hetzelfde als ik een vierkaart harten zou hebben, dan bied ik juist de andere kleur. Dus dan moet u echt even aan wennen. Dus na een 3 ruiten antwoord biedt u niet uw eigen kleur, maar u biedt juist de andere kleur. En uw partner moet daarop alert zijn en even nadenken en zeggen, ach, ze biedt harten, dan heeft ze schoppen. Of, ach, ze biedt schoppen, dan heeft ze harten. Nou, en dan die laatste optie hier, 4 ruiten, vind ik persoonlijk het leukste. Dus u 4 ruiten zegt eigenlijk, partner, wat leuk dat jij er 1 of meer hebt. Maar ik heb ze allebei, kies jij maar. Ik vind dat altijd een hele beleefde op en neer gaan van biedingen. Dus 1 sans, 3 klaveren, 3 ruiten, partner, ik heb een vierkaart hoog, 4 ruiten, wat leuk voor jou, maar jij mag kiezen. En dan komt weer de sanshand en die kiest welke vierkaart die heeft. Het is een prachtig, beleefd uitwisselen van informatie. Dus op zich is de Niemeyer-conventie heel recht door zee. We moeten alleen even om die omwisseling van de kleuren bedenken. Dus deze situatie, die is eventjes in het begin lastig. Maar als u er even aan gewend bent, dan spreekt dat allemaal voor zich. En let op, u moet alles alerteren. Dus 3 klaveren gealerteerd, 3 ruiten gealerteerd, 3 harten of 3 schoppen gealerteerd. 4 ruiten hoeft niet gealerteerd, want vanaf 4 niveau hoeft u niets meer te alerteren. Oké, laten we eens een paar voorbeeldjes gaan bekijken. In het eerste spel dat we gaan bekijken heeft Noord een prima sansopening. Als we even naar de punten tellen, 12, 17 punten maar liefst. Uitstekende sansopening. Dus
Noord begint met één sans. Ja, oost past natuurlijk. En nu heeft Zuid 10 punten, een 4 kaart schoppen en een 3 kaart harten. Dus Zuid kan nu niet meer doen. Partner, ik heb minstens 10 punten en ik wil in ieder geval een manche spelen. Komt hier een pas. En dan komt Noord en Noord heeft beide 4 kaarten en vertelt dat hij er minstens 1 heeft door 3 ruiten. Partner, ik heb minstens een 4 kaart in een hoge kleur, misschien zelfs allebei. Oké, komt hier weer een pas. En nu zegt Zuid niet 3 schoppen, maar 3 harten. Partner, ik heb een 4 kaart schoppen en geen 4 kaart harten. Oké, dan komt hier weer een pas. En dan biedt Noord 4 schoppen. En vervolgens past iedereen. Ja, dus zo komen we heel elegant in een 4 schoppen contract. Een ander spelletje. Ik heb de kaartjes iets aangepast. Dus Noord heeft weer die prachtige 17 punten. Opent weer 1 sans. Dan komt er bij Oost pas. Zuid heeft weer 10 punten. En nu heeft hij beide 4 kaarten hoog. Dus weer Niemeyer. 3 klaveren. Pas. Komt weer bij Noord 3 ruiten. Pas. En nu komt die leuke afspraak. Zuid zegt nu, partner, het maakt me helemaal niet uit welke kleur je biedt. Ik heb ze allebei. Als je weer past, ja, en dan heeft Noord een luxe probleem. Want hij weet dat hij een dubbele fit heeft. Dus hij kan gewoon kiezen of hij nu 4 harten of 4 schoppen biedt. Het maakt helemaal niet uit. Dus vanwege mijn kwaliteit schoppen, bied ik nu maar 4 schoppen. Waarop iedereen weer past. Ander voorbeeldje, en nu heeft Noord een 5 kaart harten en daar is Niemeyer eigenlijk voor bedoeld. Dus we hebben weer 17 punten. Dus er komt weer 1 sans. Oost past. Zuid heeft 11 punten. Een 4 kaart schoppen en een 3 kaart harten. Dus Zuid biedt 3 klaveren. Stop, 3 klaveren. West past. En nu zegt Noord 3 harten. Partner, ik heb een 5 kaart harten. En let op, nu kan Noord natuurlijk geen 4 kaart schoppen meer hebben. Hè? Want als hij 5 harten heeft en 4 schoppers, dan had hij geen sansopening gehad. Die was niet evenwichtig. Dus we weten nu zeker dat Noord een 5 kaart harten heeft, maar geen 4 kaart schoppen. Dan komt er weer een pas. Oké, en dan is het probleem voor Zuid ook weer makkelijk. 4 harten. Partner, we hebben een fit in harten en genoeg punten voor de match. Laatste voorbeeldje. Dus Noord heeft weer die mooie sansopening. 1 sans. Oost past. Zuid heeft nu maar 8 punten. Dus nu is onze afspraak. Dan bieden we 2 klaveren. Partner, heb je iets in de hoge kleuren? Komt hier pas? Dan zegt Noord 2 harten. Ja, want die heeft een 4 kaart harten. 2 harten. Pas. In het begin zal dat best verwarrend zijn, hè? Maar nu is het weer gewoon de ouderwetse steeman. Dan komt Zuid. Zuid heeft een 4 kaart schoppen, geen hartes, dus Zuid biedt nu 2 sans. Op dat moment weet Noord dat Zuid een 4 kaart schoppen had en een limiet had, ja, omdat hij nog 2 sans biedt. Dan komt er bij West natuurlijk weer een pas. En dan heeft Noord met zijn 17 punten geen probleem, weet dat er geen hoge kleuren fit is en biedt 3 sans. En waarop verder iedereen past. Tot zover de Niemeyer-conventie. Hopelijk vond u het interessant en kijkt u nog eens naar een andere video van ons. Tot de volgende keer!